Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb een aantal onderwerpen die ik even wil bespreken. Allereerst, de ambtenaren van deze staatssecretaris studeren op dit moment op een manier om het gebruik van glyfosaat door particulieren te verbieden. Tegelijk wil de Europese Commissie dat gif gewoon weer toestaan in heel Europa. Kan de staatssecretaris bevestigen dat het haar ambtenaren in ieder geval zou helpen als Nederland tegen hernieuwde toelating van dit landbouwgif zou stemmen? Graag een reactie daarop. Terwijl de discussie over toelating van glyfosaat de gemoederen toch ernstig verhit, laat de EU via een achterdeur weer nieuwe Gentech-soja toe in Europa. Gentech-soja die dus genetisch gemanipuleerd is, waardoor die ongevoelig is voor glyfosaat. Nou, de Partij voor de Dieren vindt het toch hypocriet dat we hier in Nederland, in Europa, onze bevolking terecht willen beschermen tegen glyfosaat, omdat we tegelijk toestaan dat boeren in Zuid- en Noord-Amerika er ziek van kunnen worden. Mijn vraag aan de staatssecretaris, is Nederland bereid om tegen de toelating van deze Gentech-soja te stemmen? Dan, voorzitter, het is net al door de staatssecretaris even genoemd, hormoonverstorende stoffen. Morgen komt de Europese Commissie eindelijk met criteria voor hormoonverstorende stoffen. Mijn vraag is, hoe gaat dat vervolgtraject er nu uitzien? En met name het vervolgtraject om via die criteria te komen op een verbod van hormoonverstorende stoffen. En hoe gaat de staatssecretaris beoordelen of de criteria straks wel streng genoeg zijn of dat alsnog de industrielobby wint op dit dossier? Dan, voorzitter, de circulaire economie. Het EU-actieplan om verspilling van grondstoffen te voorkomen en het creëren van afval ook te voorkomen schiet tekort om tot een echte circulaire economie te komen. Deze staatssecretaris zette zelf overigens ook in op een ambitieuze akkoord, dus ik denk dat zij het wel met me eens zal zijn. Het ontbreekt nu nog te veel aan afrekenbare ambitieuze doelen. Het ontbreekt ook nog aan urgentie. Op dit moment is daar helaas niet heel veel aan te doen, omdat er al raadsconclusies voor liggen. En mijn vraag aan de staatssecretaris, wat kan de staatssecretaris nog binnenhalen op dit dossier? Dan, voorzitter, een 500.000 Europese burgers en het Europees Parlement, verschillende NGO's en de Milieuraad hebben zich reeds uitgesproken. De Europese natuurwetgeving moet volledig en snel worden geïmplementeerd. Alleen de Europese Commissie blijft achter en slaagt er niet op tijd om haar conclusies met betrekking tot de fitnesscheck te publiceren. Dat is een lang verwacht rapport en dat is kennelijk ergens in de Europese pijplijn blijven steken. Maar op die manier blijft de onzekerheid over de toekomst van het Europese natuurbeleid bestaan. Ik heb daarover twee vragen. Weet staatssecretaris de precieze reden waarom het staff working document nog niet is gepubliceerd? En als de staatssecretaris daar niet direct op kan antwoorden, is hij bereid om daar navraag naar te doen? En dan mijn tweede vraag, is hij bereid om de commissie te verzoeken om tot snelle publicatie van dat staff working document? Dan, voorzitter, het uitblijven van dat rapport is voor Nederlands voorzitterschap reden om 3 weken voor tijd de natuurconferentie te annuleren. Dat is toch een teleurstellende beslissing, zeker omdat de huidige staat van de natuur eigenlijk geen ruimte voor uitstel en afstel toelaat. Op dit moment, stelt de Partij voor Dieren, is er toch voldoende informatie beschikbaar voor een vruchtbare discussie. Er ligt bijvoorbeeld al sinds november vorig jaar een draft van het evaluatierapport klaar. En op basis van de beschikbare informatie had de conferentie misschien gewoon door kunnen gaan. Dus graag kan de staatssecretaris daarop reflecteren. Dan, voorzitter, mijn laatste onderwerpje. Ik waardeer de inzet van de staatssecretaris als het gaat om de bestrijding van wildlife crime. Ik ben ook blij met de uitvoering van de aangenomen moties van collega's Thieme en Herema, waarmee Nederland de import van jachttrofeeën van dieren als leeuwen en ijsberen verbiedt. Ook ben ik blij dat het kabinet zich wil inzetten voor een verdere inperking op trofeeënjacht en zich zal inspannen voor het aannemen van een resolutie hierover tijdens de CITES-conferentie in Zuid-Afrika. In september zal het zijn. Alleen dan graag grijp ik toch dit AO aan om ook nog even aandacht te vragen voor de internationale handel in tijgerproducten. Zowel stroperij als tijgerfokkerijen vormen een grote bedreiging voor wilde tijgers en voor tijgers in het algemeen. De vraag naar tijgerproducten groeit. Is het kabinet bereid om zich in te spannen voor het aannemen van 2 resoluties gericht op tijgerbescherming? Dank u wel, voorzitter. Ik dank u ook, meneer Wassenberg. U sprak namens de Partij voor de Dieren en ik geef het woord.